onmogelijk om iemand uit de ouderlijke macht te laten zetten. Ja, belastende informatie genoeg. Kan ik morgen bij u langskomen? Mooi. Tot morgen. Wat doe je? Ik word lid van de Vereniging voor Machteloze Vaders. Die komen tenminste met iets hoopvols. Doe eens even normaal. Vorige week wil je nog helemaal niks van dat kind weten. En nu wil je hem bij zijn moeder vandaan trekken en een hele opvang op je nemen? Als jij en Monica de strijd met elkaar aangaan, dan... Mano is onwijs gevoelig. Hij wordt hier straks helemaal een dupe van. Nou, als ik niks doe, raak ik hem kwijt. Ik zeg ook niet dat je niks hoeft te doen, maar niet zo. Hoe harder jij je opstelt, hoe harder Monica het zal spelen. Als je echt iets wil bereiken, dan moet je haar een beetje paaien. Die stadium zijn we inmiddels gepasseerd. Waarom? Je kunt je toch redelijk opstellen, ook al meen je er helemaal niks van. Doe dat dan maar. Dat is het allerbeste van Manu. Hij wordt alleen maar bang voor jullie geruzie. Is Bing de vader van het kindje? Zo, dat zal hem tegenvallen. Zeg nou, de lont die hij met jou heeft gehad, dat hij nu opeens zo'n chagrijn als vader heeft. Heb ik wat verkeerd gezegd? Lucas is erg gehecht geraakt aan Manu. Ach, zit, sorry, ik kan soms zo'n lompe trut zijn. Jij kan misschien wel wat afleiding gebruiken. Wat dacht je van een whisky-meerdaagse in Ierland? Ik heb nu niks gezegd, omdat ik eerst wil horen hoe jij aan zijn laptop komt. Oké, ik liep op het plein en toen zag ik een man zitten met een laptop op schoot. En ik ben er meteen naartoe gegaan en heb... Het echte verhaal graag. Heb je hem gestolen? Nou, ik was niet van plan. Het gebeurde gewoon in een soort reflex. Ja, ik kon hem toch terugbrengen. Ik ben geen dief. Waarom heb je dat in godsnaam gedaan? Voor school. Ja, in plaats van boeken moet iedere leerling op een tweetalige laptop aanschaffen. Nou, mama zegt dat we het makkelijk kunnen betalen, maar ik weet dat dat niet zo is. Voor geldgebrek hoef je je niet te schamen. Voor stelen daarentegen wel. En diefstal wordt hier niet getolereerd. In dit soort gevallen volgt altijd meteen aangifte en ontslag. Besef jij dat wel? Laat ik niet merken dat het ooit nog een keer voorkomt. Oké, ik beloof het. Goed. Nou ja, en wat betreft die laptop... Ik leen jou het geld. Nee, dat wil ik niet. Ik sta erop.